een nieuwe speler en deze week gepresenteerd. Waarom ben je blij met hem? Nou, wij zochten in ieder geval versterking voor de centrale zone. We hadden op dit moment hadden we twee, Wout Vaas en Jurgen Matthijs. Milan die kan ook op die positie spelen, maar ik, in eerste instantie heb ik Milan ook aangegeven dat hij zich puur moet richten op die linksback positie. Nou, we hadden daar in ieder geval ook problemen met de blessure van Lorenzo. En ja, er moest iemand centraal bijkomen. Je moet minimaal, vind ik, drie, misschien wel zelfs vier centrale verdedigers hebben voor een seizoen. En je weet nooit wat er kan gebeuren. Dus ja, we hebben het al eigenlijk lang volgehouden in die zin. We hebben lang gewacht. En, dus ik ben blij dat hij er is. En dus het is iemand die met zijn Amerikaanse achtergrond het enthousiasme kan brengen, de coaching kan brengen. Dat is ook een van zijn kwaliteiten. En, ja, duelkracht en onverzettelijkheid.